Fiamma Turbo Vent 28. Hoe het geïnstalleerd wordt, wat onze ervaringen daarmee zijn en hoe wij het gerepareerd hebben. In de badkamer hebben we twee dakramen. Twee van die kleine. En daar gaan we de eentje dus vervangen voor die Turbo Vent. Dus daar zit een motortje in, een ventilator. Die kan ik in twee standen of lucht erin blazen of lucht eruit laten zuigen. En Crystal, je kunt een beetje doorheen kijken. Dat is een klein beetje transparant en niet helemaal wit. Dus de motor die piept als hij niet op volle toeren draait. Dat is niet zoals ik het verwacht had. Ja, met die dimmer piept die vent te hard. Dus dat hebben we zonder ingebouwd, gewoon met die schakelaar. Maar hoezo eigenlijk een fan? Hoezo een ventilator in de camper? Er zijn een aantal dakramen met een grote ventilator erin, die je in verschillende standen kunt bedienen. En het voordeel is om in de zomer gewoon een beetje lucht door de camper te trekken of te blazen. Of tijdens het koken even de stoom wegzuigen. Dus dat was het idee. Maar die zijn allemaal 40 centimeter groot. En er is maar eentje die 28 centimeter grote dakramen produceert. Dat is Fiamma. Met een ventilator dan. Ik wilde het dakraam grootte niet vergroten. Ik wilde er niet in zagen. Dus daarom die 28. Ja, het dakraampje heeft een ventilator. Dus heeft stroom nodig. Dus daar hebben we een stroomkabel getrokken. Met een aparte zekering natuurlijk. Ik was toch al bezig. Dus dan ook een USB aansluiting in de kast. Om de tandenborstel op te laden. In de stalling hadden we geen stroom en ook geen inverter in de camper. Dus dan maar het aggregaatje aanzetten om te solderen. Het moet allemaal op de goede wijze aangesloten worden. Als je dan niet weet hoe dat moet, laat het dan doen. Ik heb het gesoldeerd en daarna met een krimpkous nog afgedicht, zeg maar. Want het is toch een badkamer. Dan de kabels een beetje wegwerken. En dan kunnen we het dakraampje erin zetten. Let op dat de uitsneden helemaal past, dat het dakraam goed erin past. En dan nog even met rem reinigen of zo, goed schoonmaken, vetvrij maken. En dan met Decasil afdichtkit helemaal insmeren. Ik heb nog een extra randje gelegd langs de uitsneden. Gewoon veel helpt veel. En dan voorzichtig erin zetten, niet te veel bewegen, gewoon rustig erin zetten. En een klein beetje opdrukken, niet te hard. En dan van binnen het raampje vastschroeven en daarmee klem je het dakraam dan vast. En dan drukt het een beetje de afdichtingskit eruit, zo hoort het. En even controleren of overal goed de dichtmassa eruit kwam. Schroef het niet te strak, want dan druk je alle dichtmassa weg en dan is er niks meer om af te dichten. Dus laat er maar gerust een paar millimeter, 2-3 millimeter dichtmassa tussen. En dus niet te strak aandraaien. En dan weet je, het is goed dicht. Ja, hoe tevreden zijn we nou met dat raampje? Het is, nou ja, we hadden natuurlijk geen keus. Het is de enige die er op de markt is met 28 centimeter. Maar hij doet zijn werk goed. Het is om de stoom uit de badkamer te zuigen na het douchen. Of tijdens het koken kan ook nog. Voor in de zomer echt een luchtstroom door de camper te krijgen. Dat kan die niet. Daar is hij te zwak voor. En dan komt er ook nog bij, hij heeft een overhittingsschakelaartje of beveiliging. Als de zon echt goed schijnt, wordt die motor te warm. En dan schakelt hij op een gegeven moment uit. Dat hebben we één keer gehad in de zomer. Het was wel een warme zomer, maar... Dus dan is hij aan het draaien, dan schakelt hij opeens uit en na 10 minuten weer in. Dan koelt hij even af en dan blaast hij verder. Dus dat is een beetje in de zomer. Dan heb je hem echt nodig en dan valt hij een keertje uit. Dat is ietsjes minder. Ja, om het te openen moet je hier draaien. En dan kun je in twee standen of eruit blazen of erin blazen. En weer dicht. Ja, na 8 maanden gebruik is hij nu stuk. Ik deed hem aan na het douchen. En hij maakte al een paar dagen een raar geluid, maar ik wist niet wat dat was.
En je kunt er ook niks aan doen natuurlijk. En ja, ik zette hem aan en klonk dat dat wiel, die ventilatorwiel, viel eraf. Dus even kijken of ik dat kan repareren of die nu stuk is. Eerst dat vliegenhoor demonteren. We zien dat wiel, die ventilator, heeft een messing moertje. En daarmee wordt die op de as geklemd. Vastgezet. Dus als je die moer aandraait, klemt dat op de as. Dus dat kunnen we makkelijk zelf repareren. Ja, hier zie je, we hebben dat raampje dus 8 maanden en er zit al een barst in de behuizing. Dus dat is erg jammer. Dus dat wiel komt erop. Of die ventilator komt erop, op die as. En dan met een sleutel, ik heb er geen, dus met een tangetje vastdraaien. Dat die goed vast zit op de as. Ik ben vergeten dat dekseltje erop te doen, dan moet ik later nog erop friemelen. En dan dat vliegenhoor weer erop met 4 schroefjes. We hebben het mooi schoongemaakt eindelijk weer eens. Ja, geweldig. Hij doet het. Dus dat, ja, van tevoren weet je nooit hoe moet je dat repareren. Kan dat gerepareerd worden of niet? Maar in dit geval was het vrij simpel. Het was gewoon losgedraaid of zo. We hebben hem natuurlijk al 8 maanden. Nu, ja, jammer dat het na 8 maanden al stuk was. Maar het is makkelijk weer te repareren. Gewoon weer vastdraaien en dan zit hij weer op de as. Ja. Dat is dus onze ervaring met dat dakraampje. Bedankt voor het kijken. Graag een duimpje omhoog. Graag abonneren. Graag een commentaar. Misschien doen jullie iets anders. Hebben jullie een ander dakraampje? Of een beter? Of nog een tip of iets? Dat horen we graag. We zijn toch benieuwd hoe anderen dat allemaal doen. En ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.